Goedendag. Goedendag. Wie bent u? Mijn naam is Johan Meijer. Ja. Ik ben lid van de Centrale Cliëntenraad Suplu. Ja. Uit Zevenbergen, West-Brabant. En ik ben hier vandaag bij het congres om voor andere cliëntenraden te horen hoe zij werken en doen. Aha. Ik heb vanochtend een sessie meegemaakt van het ministerie. Die iets vertelde over de resultaten van waardigheid en trots. Mm-hmm. En wat mij opviel van, het was de coördinator waardigheid en trots van het ministerie, meneer Pomp, te horen in hoeverre het ministerie eigenlijk nu wil weten hoe het eigenlijk op de werkvloer gaat van de mensen die eigenlijk met de dagelijkse praktijk te maken hebben, hoe die uitrol van kwaliteit en trots plaatsvindt. En het was zeer interessant om dat te horen, dat nu het ministerie zich echt verdiept in hoe mensen dat, dus de cliënt dat ervaren. Waarom, wat vond u zo aansprekend? Dat het ministerie nu zijn oor ook te luisteren legt bij de cliënt. En hoe hij dan van de zorginstelling waarvan hij de zorg opvangt, hoe die dan omgaan met waardigheid en trots. Mm-hmm. Dus eigenlijk dat je direct met beleidsmaker te maken hebt, waar je gewoon de dagelijkse praktijk aan kan vertellen. Hè? Dat ja. je dat mee kan nemen ja. in zijn beleid voor de komende jaren. Ja. Dus er was ook ruimte om dat in te brengen, om uw ervaring uit uw praktijk aan te geven. Ja. Ze hebben onderzoek natuurlijk gedaan hoe waardigheid en trots bij de professionals werd ervaren. En dus van onze kant dan, die zorg dan ontvangen, hoe die het ook ervaren hebben dan. En feitelijk, ja, er gaat een bepaald bedrag naar de zorg, hè, in dit geval naar die zorghuizen. En dan was voor het ministerie ook belangrijk dat ze weten hoe dat geld eigenlijk wordt toegepast aan die waardigheid en trots bij die zorgaanbieders. En daar kwam dus ook feedback van de aanwezigen over? Feedback van de aanwezigen, ja. Heeft u daar ook iets van geleerd? Ja. Kunt u iets daarover vertellen? In zoverre vertellen dat wat het ministerie zegt van we stellen een bedrag vast voor die zorg in de verpleeghuizen, maar de uitvoering is verder ligt bij de zorgkantoren. Maar zij willen toch ook weten hoe eigenlijk dat geld dan feitelijk besteed wordt. Hè? Of het echt naar de zorg gaat of naar andere activiteiten, wil ik zeggen, binnen een verpleeghuis. Of naar administratie of naar de zorg voor eten, weet je wel. Ja. Dus echt dat ze willen weten van waar dat geld eigenlijk ingestoken wordt. Hè? Ja, helder. Dank u wel. Graag gedaan. En u? Wie bent u? Ik ben Marlies van Kinneke. Ja. Yeah. En ik werk bij Suplu. Ja. Yeah. Onder andere als ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad. En dat doe ik nu sinds een aantal maanden. Aha. En wat heeft u zo al ervaren vandaag? Hoe is het? Nou, ik vind het heel bijzonder. Het is de eerste keer dat ik bij zo'n bijeenkomst ben. We zijn vanochtend samen vertrokken. En natuurlijk het programma gezien, ingeschreven voor workshop, heel veel zin in. Mm-hmm. En wat ik wel mooi vind om te merken is dat hier gewoon 900 mensen zitten. Hè, die allemaal betrokken zijn op de kwaliteit, zich bezighouden met cliënt, inspraak. Hè, de stem van de cliënt moet goed gehoord worden en wordt steeds belangrijker. En dat hier, dus er hangt hier zoveel energie en kennis. En er zijn al uitwisselingen geweest, dus dat alleen al vind ik gewoon fantastisch. Inspiratie van elkaar leren, ja. Ja, en enthousiasme. Zien hoeveel mensen hiermee bezig zijn met dit onderwerp en ook hoeveel erin gebeurt. Als je dan kijkt naar waardigheid en trots, als je kijkt naar de nieuwe wet die hier aankomt, de positie van cliënten wordt steeds belangrijker. Mm-hmm. En dat zie je hier terug vandaag. Ja, mooi. Dus het is fijn om erbij te mogen zijn. Ja. Ja. Is er nog iets waar u naar uitkijkt voor de rest van de dag? Waarvan u zegt, dat wil ik niet missen?
Of daar ben ik heel nieuwsgierig naar? Ja, aan. ik ga een workshop doen rondom communicatie met de achterban. Hmm. En dat is eigenlijk ook wel steeds iets waar we naar zoeken. Ook, we hebben als structuur ook een thuiszorg. Hmm, ja, precies. En dat, ja, hoe krijg je de stem van de cliënt goed gehoord? Wat kunnen we daarvoor inzetten? Hoe heb je de communicatie? We hebben allerlei middelen die we gebruiken, maar het kan altijd beter. Ja. En dus die workshop ben ik heel erg benieuwd naar. En we gaan nu lunchen. Ja. En daarmee ook weer uitwisselen met elkaar. Hoe gaat dat bij jullie? Ik ga vanmiddag naar de workshop van Zorgkaart Nederland. In verband ook met de wijziging van de CQ-index naar een andere vorm van meten. En dat is toch een belangrijk issue bij de cliëntenraad van hoe we meten wij de ervaring van de cliënt in de praktijk, zowel in de zorghuizen, verpleeghuizen, als straks, waar de aandacht het meest naar uitgaat, naar de thuiszorg. Ja, interessant. Nou, ik wens jullie veel plezier en leerzaams. Ja, het zal en bedankt. Lukken. Oké. En jij ook.